Welkom allemaal. Dit is de eerste Tergooi Studio Actueel uitzending waarin wij een uur lang met gasten aan tafel. Ik begin bij Bas Raukema, KNO-arts bij Tergooi. Ik begin bij de man, een dame. En Janneke Brink, onze voorzitter Raad van Bestuur. Welkom jullie. We gaan een uur lang vragen beantwoorden. Dus iedere vraag die u heeft, kunt u stellen. Janneke, we hebben... Ik ga beginnen over corona, want ik denk toch dat de meeste mensen dat willen weten. We hebben een hele intensieve periode achter de rug, waarin jij ook regelmatig voor de regio in beeld bent geweest om mensen toe te spreken, te vertellen wat we aan het doen zijn. We hebben gelukkig weer onze reguliere zorg in de lucht gekregen. Dat klinkt ook zo gek, maar er zijn natuurlijk behoorlijk veel collega's en mensen druk mee geweest. Dat heeft ook nog steeds tot op de dag van vandaag effect op patiënten en hun bezoekers. Hoe is het nu in het ziekenhuis? Dat is eigenlijk de eerste met betrekking tot reguliere zorg en coronazorg. Ja, je ziet eigenlijk het beeld wat in het hele land is te zien is, hè, dat we natuurlijk in echt die eerste golf corona, dat overkwam ons. En toen hebben we ook acuut alle andere zorg gestopt. Alleen echt de spoed en de echte hoogst noodzakelijke zorg zijn we blijven doen. We vol richten op corona. En je ziet dat wij eigenlijk sinds de zomer, net voor de zomer, weer zijn begonnen met ook alle niet-coronazorg gewoon weer op te starten. En eigenlijk zitten we daar praktisch op het gewone niveau. Dus we bieden nu alle gewone zorg weer aan. En mensen vragen ook van, en hoe bereid je je nu voor op de tweede golf? En ik zeg, de tweede golf. Weet je, eigenlijk, we hebben een poosje gehad zonder corona, maar we hebben nu ook weer corona in huis. Weet je, zowel op de verpleegafdeling als op de IC. Het is niet veel, maar het is wel, er zijn coronapatiënten. En wat wij nu het allerbelangrijkste vinden, is wij zijn een ziekenhuis voor alle zorg. Dus voor de normale, de reguliere zorg, de niet-coronazorg en voor de coronazorg. En tweede golf, weet je, als je ziet wat er nu in Amsterdam gebeurt, dat is plotseling gaat het wel heel erg hard weer. Maar het aantal besmettingen bedoel je, of ook in het ziekenhuis? Het aantal besmettingen in de regio en dus ook wel de ziekenhuisopnames. Maar het voelt toch niet zo alsof we zetten ons schrap voor een tweede golf. Want we laten het ons gewoon niet gebeuren dat het ons weer zo overkomt. En dat is ook niet nodig, want we hebben veel geleerd van de eerste keer. We weten wat we moeten doen. Je ziet, de dokters, verpleegkundigen, we weten beter wat we moeten doen met corona. Dus hoe we deze patiënten moeten behandelen. Maar ook we weten praktisch hoe we het ziekenhuis in moeten richten. Dus eigenlijk zeggen we, tweede golf, corona is er nu ook. En als het toeneemt, dan zijn we er klaar voor. Dus we hebben eigenlijk alle voorbereidingen voor als het verder toeneemt, die zijn genomen. Maar met name natuurlijk het belangrijkste ook, dat we met z'n allen proberen ook verantwoordelijkheid te nemen, dat het niet heel snel nog verder toe gaat. Dat is misschien wel heel belangrijk wat je zegt daarin. Hè? Ja. Ik denk dat het belangrijkste ding is, de verantwoordelijkheid voor het ziekenhuis. Maar vooral van ons allemaal natuurlijk. Dus je ziet, wat doen wij in het ziekenhuis? We hebben nog steeds de tenten voor het ziekenhuis, waarin je dus wordt bevraagd van, heb je klachten? En we hebben in de polies hebben de schermen en we hebben andere afspraken over het toelaten van bezoek. Dus het is nu zo, en dat zal voorlopig ook echt wel zo blijven, dat als je naar ons ziekenhuis komt, dat is anders dan een half jaar geleden. Er zijn beperkingen, er zijn meer regels. Maar allemaal om te zorgen dat iedereen altijd gewoon veilig naar ons ziekenhuis kan komen. En je merkt dat we aan de ene kant raken we daar wel aan gewend. Aan de andere kant zie je dat ook mensen zijn op een gegeven moment ook wel klaar mee. Weet je, we hadden natuurlijk ook met z'n allen gehoopt van nou laat het na de zomer gewoon weer normaal zijn. En dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Nee. Nee. Dus wat wel naar is ook om te zien is dat dit ook tot agressie leidt. Nou, dat lees je ook in de krant, dat merken wij ook in Tergooi. Mensen worden boos dat ze niet al naar binnen kunnen of dat hun partner niet mee kan. En, ik snap de emotie. Het is ook natuurlijk wel. In principe, mensen die het ziekenhuis bezoeken komen er niet voor in Londen. Dus je hebt daar al een meestal niet, hè? Dan een gevoel bij van ja, maar ik wil mee, want ik wil mijn partner of met mijn kind of met kinderen mag het wel. Helpen, bij elkaar zijn, juist op die momenten. Dus dat snappen we. Maar agressie? Nee.
Dat nee, niet. Dus, nee. Dus dat wil ik echt graag hier nog een keertje benoemen. Van al die regels, weet je, we doen het om de zorg veilig te houden. Voor de patiënten, voor de mensen die wel meekomen, de bezoekers. Maar ook voor onze dokters en verpleegkundigen. Dus die afspraken over hoe laat u ergens kunt zijn, wie er wel of wie er niet mee mag, weet je, dat staat allemaal op de website en dan krijgt u in de informatie. Dus dat is ook nog een oproep hier van bereid u goed voor op uw bezoek in het ziekenhuis. Dat helpt om met z'n allen de zorg veilig te houden. Ja. En ik zie ook al een vraag daarover binnenkomen, dat ook manieren zijn om ervoor te zorgen dat we niet weer terug hoeven naar het stoppen van de reguliere zorg. Want dat is natuurlijk ons alles aangelegen, dat niet weer gebeurt. En garanties kunnen we niet geven. Maar dat is ook een voorbeeld van dat we daar alles aan doen om dat dus te voorkomen. Ja. Dus ook het zo min mogelijk mensen in het ziekenhuis, waarin je dus keuzes maakt, minder bezoekers, uitzonderingen daar gelaten. Dat heeft daarmee te maken. Ja, precies. Ja, ja, we willen gewoon ook alle niet-coronazorg willen gewoon door blijven kunnen bieden, zeg maar. En daarvoor zijn dit soort afspraken nodig. Net als dat je ziet, maar daar gaat Bas zo meteen meer over vertellen, dat we in coronatijd zo op een gegeven moment ook gewend geraakt om zorg ook meer via telefoon, via videoconsult te doen. Ja. En dat blijven we ook gewoon doen. Weet je? Ook dat draagt bij aan veiligheid. Hè? Toch, je wilt zo min mogelijk mensen in het ziekenhuis. Je wilt alleen maar mensen in het ziekenhuis als het echt nodig is. Dus om het risico op besmettingen te voorkomen. Maar ook dat je merkt van, goh, dat werkt eigenlijk best goed. Weet je? Dat, dat kan ook zo. Dat is de andere kant daarvan. Ja. Ja. Dus ook daarin is de zorg veranderd. Dus los van wat je tegenkomt, dus de tenten en de schermen en de andere regels, merk je ook dat je vaker de dokter op via beeld of via telefoon zult spreken. Ja. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Ik kijk ook dat er komen gelukkig vragen in. Heel fijn. Ik ga even over het testen, hè? Want mensen thuis die, en zoals iedereen in Nederland, natuurlijk de hele dag door in de media, wanneer moet je jezelf laten testen en waar dan ook, hè? Bij de GGD, de teststraat. Het is denk ik aardig om te noemen dat wij in Tergooi ons als laboratorium alle testen voor de regio dagelijks uitvoert. Ja, dus wij voeren de testen uit. Hè? Dus we doen niet de afnames. Nee, precies. Wel voor onze eigen medewerkers. Maar voor de rest geldt dus voor iedereen, alle inwoners, bij de GGD testen. Ja. Daar wordt de test afgenomen. En vervolgens brengt de GGD die testbuisjes naar ons. Want de GOI doet inderdaad het testen zeg maar, van het materiaal voor de hele regio. Dat gebeurt allemaal in ons labs. Ja, en dat is ook goed. En dat is ook dus de uitslag, die krijgen mensen via de GGD te horen. Ja, dus precies. Testen in Tergooi is niet voor... Alleen voor medewerkers. Alleen voor medewerkers. Ja. Daarbij uitzondering. Ja, enkele uitzonderingen inderdaad. Ja, ja, dat, en het testen zelf, ik kijk even naar jou Bas. Dat mensen zijn daar, als je het nog niet eerder hebt gedaan, is dat iets waar je bang voor moet zijn? Of denk, valt wel mee? Je hoort wat op een gegeven moment, kijk, het is een nieuwe situatie. Dus ook die test is relatief nieuw. Het is een paar maanden dat op die manier wordt afgenomen. En dan heb je mensen die zeggen, dat valt wel mee. En je hebt mensen die zeggen, verschrikkelijk. En dan gaan juist die verschrikkelijke verhalen, die zeggen, het was niet te doen. Ja, laat dat je niet weerhouden van om niet die test te doen. Het valt wel mee. Het is met name, het gevoel is eventjes vervelend. Dat gaat natuurlijk een klein stokje, gaat helemaal achter in de neus. En dan moet daar goed, diep achter in de neusholte, moet die ook goed afgenomen worden om een betrouwbare test te hebben. En dat geldt ook voor achter in de keel. Dus dat is even een wat vervelend gevoel. Maar dat even zeg je, dus het is dat heel is even zo voorbij. Het is even, ja. En dan na een paar minuutjes merk je het echt niet meer. Maar ik heb het zelf ook gehad en dat is even een raar gevoel, maar dat valt niet meer dan een raar gevoel. Niet meer dan een raar gevoel en uitzondering daar gelaten, maar door de bank genomen valt het gewoon echt wel mee. Ja, nou, en de oproep om te testen ook, dat gaat eigenlijk in de regio goed. Als je kijkt dat ze inderdaad in februari kwam het virus uit China en ook geen enkel laboratorium in Nederland wist nog hoe kunnen we daarop testen. Ik weet dat we vanaf maart hebben we 5 testen per dag gehad en nu enkele maanden later 550 ruim testen per dag die ons laboratorium kan verwerken. En dus ook een heel zorgvuldig proces tot goede uitslagen. Want dat fouten maken, het kan niet zo zijn dat als je dan die ongemakkelijke, toch wel ongemakkelijke test hebt gedaan, dat daar dan de uitslag is waar je denkt, van, nou, is dat wel de uitslag? Ja. Dus dat
kunnen we ook wel eventjes noemen. Ik ben vanochtend nog bij ons laboratorium geweest kijken. Dat is echt ongelofelijk wat daar gebeurt en ook wat er is gebeurd. Als je dit een half jaar geleden had bedacht, dat had je niet voor mogelijk gehouden. Nee. Maar er wordt keihard gewerkt en ik ben heel blij dat we deze grote aantallen ook kunnen verwerken. Want ja, hoe meer we testen, hoe sneller we weten of iemand besmet is. En ja, je wilt het zelf ook weten, weet je? Je wilt de andere mensen ook niet in gevaar brengen. Nee. Maar heel blij mee, ook trots op, zie ik. Mooi is dat. We gaan het hebben over het nieuwe ziekenhuis, de nieuwbouw. En de vragen kunnen zeker doorkomen. Misschien is het wel hartstikke druk en er komen er heel veel vragen door die we nog niet kunnen behandelen. Maar blijf ze stellen, dan gaan wij gewoon door met de onderwerpen die we graag met u willen delen. Ondertussen, corona. We zijn al een jaar een nieuw ziekenhuis aan het bouwen in Hilversum. Belangrijk om te zeggen dat dat dus ook betekent dat we in Blaricum niet meer een ziekenhuis hebben straks als het nieuwe ziekenhuis in Hilversum klaar is. En fysiek, het ziekenhuis in Hilversum, daarnaast, precies daarnaast, wordt het nieuwe, de nieuwbouw nu, je ziet hem verrijzen. Dus dat oude ziekenhuis, gaat op een gegeven moment plat. Daar kunnen we uren over praten, maar het allerleukste is dat we ook heel eventjes, Janneke, jij bent met onze bouwdirecteur de bouwplaats op geweest. En het allerleukste is dat we heel eventjes naar dat ik kan er woorden aan besteden, maar je moet het zien, toch? Je gaat dan weer lachen. Moet ik ook nog voelen. Eigenlijk voelen, ja, dat willen we graag met je delen. Dus om aan te geven, daar zijn we hartstikke trots op dat we al een jaar aan het bouwen zijn. Hè? Dat heeft van alles voeten, ik ben de uitdrukking kwijt, heel veel voeten in aarde gehad. Ja. Letterlijk en figuurlijk, waarin de BAM nu voor ons dat ziekenhuis bouw is. Dus laten we even gaan kijken naar dat moment, die momenten. Ja. Ja. Nou, we hebben helaas veel bomen moeten kappen natuurlijk om ruimte te maken voor het nieuwe ziekenhuis. Die bomen die gaan allemaal weer teruggeplant worden. Want zoals Tergooi voorheen in het groen stond, zo willen we het ook houden. Een groene, prettige omgeving. En daarnaast hebben we ook geprobeerd om zoveel mogelijk bomen te behouden. Dus een voorbeeld, de twee bomen hierachter. En dat zul je ook op andere plekken zien. Ze staan heel dicht tegen de nieuwbouw aan. Maar ze zijn goed beschermd, zodat we die gewoon kunnen behouden. Nou, we staan hier bij de ingang voor de ambulances. Drie plekken. Die kunnen meteen hier naar binnen. Kijk. Precies op die plek, de middelste ambulance. Dankjewel, daar komt hij binnen. Dus hier komen de ambulances binnen. En hiernaast komen dus ook mensen die zelf aankomen met de auto. Die komen ook via deze kant naar binnen. Ja. De patiëntenzorg in de regio, dat is wel heel mooi. Dat we alle acute zorg nu echt concentreren op één plek. Dus de ambulances, de spoedeisende hulp, maar ook de huisartsenpost. De IC, zeg maar, alle faciliteiten die je nodig hebt, zitten nu bij elkaar. Ja, bij elkaar. Met ook nog speciale spoedlift, zodat als het nodig is, patiënten ook meteen naar de OK's gaan. Oh ja, ja. Radiologie er meteen naast. Ja. Twee shockrooms. Ja, helemaal klaar voor de toekomst, Janneke. Ja, hartstikke mooi. We staan hier met eigenlijk een mooi uitzicht op de appartementen, onze buren eigenlijk. En prachtige gevelbeeld. Als je ook kijkt naar de stenen en de kozijnen, dan zie je wel dat er echt veel aandacht is besteed aan het hele gebied Monnikenberg. We staan hier bij de toekomstige hoofdingang van het ziekenhuis. De hoofdlocatie, daar hebben we natuurlijk nog onze electieve zorg, bijvoorbeeld voor de KNO en de derma en de oogheelkunde. Beide heel dicht bij de parkeergarage, die natuurlijk vanuit de snelweg heel goed bereikbaar is. Ja, echt zo naar de hoofdingang of naar het andere gebouw wat vlakbij staat. En je loopt prachtig tussen de bomen door. Dus echt nog gewoon het bosgevoel, echt in het groen. Ziekenhuis in het groen, dat vind je denk ik in Nederland niet op deze manier terug. Uniek. Nee, prachtig. Mooi. Dat zag er echt mooi uit, hè? Ja. Is het ook. Ja, is het ook. Ja, ja. En ik kan me ook voorstellen dat mensen, je eindigde ook net bij de nieuwe ingang, bij de parkeergarage, dat we de bereikbaarheid vanuit de regio, hè, want niet iedereen weet precies hoe dat nou, waar dat
komt. Dat we vanaf de snelweg gewoon heel goed bereikbaar zijn. En ook vanuit de andere gemeenten in de regio, vanuit Blaricum, vanuit Larenhuizen, Gooise Meren en Muidenberg, dat je de bereikbaarheid is belangrijk. Er wordt ook, toeval bestaat niet, maar het is wel zo dat op dit moment ook in de hele regio de HOV, de hoogwaardig openbaar vervoerlijn, wordt aangelegd. Die ook, waar wij dus als ziekenhuis natuurlijk ook een belangrijke functie in hebben. Dat we dus ook met het openbaar vervoer het ziekenhuis goed bereikbaar blijft. Hè, want dat is natuurlijk van groot belang. En dat wil dus ook zeggen dat we nu in Hilversum op de huidige locatie ook eigenlijk best langdurig minder goed bereikbaar zijn. Omdat die HOV wordt aangelegd. Dat heeft niet alleen met het ziekenhuis te maken of helemaal niet alleen. Maar dat is voor de hele regio een groot omvangrijk project. Wat voor ons nu in Hilversum de bereikbaarheid anders maakt. Wel goed bereikbaar, maar niet uit iedere hoek vanuit Hilversum is Tergooi nu bereikbaar zoals het was. Ja, dan ook de wat jullie ook schetsten, ook dat de acute zorg geconcentreerd gaat worden met de huisartsen. Dat is volgens mij een hele grote verandering. Ja, dat is inderdaad wat in het filmpje ook aan de orde komt. Dus net de spoedeisende hulp, de huisartsenpost, de IC, weet je, alles vlak bij elkaar. Ja, dat is gewoon prettig, maar met name ook veilig dat je dat direct bij elkaar hebt. En want we hebben nu natuurlijk op twee plekken nog spoedeisende hulp, dus ook in Blaricum. Dat gaat daar dus weg op den duur. Nou, de bouw gaat heel snel. Hè? Dat als je ziet nu al, je ziet het gewoon, je zei het net al, verrijzen. En je zult zien, ik denk over een jaar ongeveer, vanuit het ziekenhuis staat er al, het is af. Nou, dan is de buitenkant inderdaad ongeveer af. Maar dan gaat al die medische apparatuur en de hele inrichting, dus het duurt allemaal wel nog even. Wij verwachten dat we medio 23 ongeveer kunnen gaan verhuizen. Misschien voorjaar, medio. Een jaar van tevoren weten we dat precies. Ja. Want dat is het toch met zulke grote bouwprojecten. Ja, je komt altijd onverwachte dingen tegen. Dus dat kunnen we nu nog niet precies zeggen. En rond die tijd, dus medio 23, gaat het huidige ziekenhuis in Blaricum gaat dicht. Een klein stukje van het huidige ziekenhuis blijven we wel gebruiken als Tergooi. En daar komt een soort van regionaal medisch centrum. Welke zorg we daar precies aan gaan bieden, daar zijn we nog in overleg. En daar hebben we ook nog de tijd voor, hè, als je dat zo schetst. Dat is ruim twee jaar. Maar daar wordt nu natuurlijk wel al heel goed over nagedacht. Absoluut. Wat dat gaat worden. Maar dat is dus nog een tijd, maar ondertussen blijven we natuurlijk wel heel goed. Ik kijk ook even naar jou. Ja. Goed, zorgen voor onze patiënt, want het is toch echt een tijd. En iedere dag is er één. Ja, en we hebben natuurlijk wel de luxe dat wij een heel nieuw ziekenhuis gewoon kunnen bouwen naast het huidige ziekenhuis. Ja. Ja. En als je een ziekenhuis moet verbouwen, ja, en dan moet je ook al met je polies en zo de hele tijd weer gaan verschuiven. Nou, en dat hebben we gelukkig niet. Weet je, ons huidige ziekenhuis in Hilversum en in Blaricum blijft gewoon operationeel. Daar blijven we gewoon de beste zorg leveren. En als het nieuwe ziekenhuis klaar is, dan gaan we in één keer over. Maar tot die tijd, ja, het enige wat je zegt, de bereikbaarheid kan af en toe even wat lastig zijn. Het aantal parkeerplekken wordt minder, weet je, dat soort. Ja, dat zijn wel hele belangrijke onderwerpen. Ja. Maar de zorg, die gaat gewoon onverminderd door. Kijk, goed. We hebben het over een nieuw ziekenhuis als zijnde de stenen, wat natuurlijk een heel belangrijk onderdeel is. Maar bouwen aan Tergooi is meer dan dat. Het is ook het. Ik begin nu echt een beetje naar jou te kijken, Bas. Ons programma Zorg Dichterbij. Een nieuw ziekenhuis voor de regio Gooi en Vechten, want daar hebben we het over. Het wordt kleiner, hè? Het wordt in vierkante meters, die stenen. Maar en die zorg dan? Hoe zit dat? Dat is een hele goede vraag. Kijk. Je geeft het zelf al aan, het is een ziekenhuis voor de regio. Kijk, en de traditionele manier van kijken naar een ziekenhuis is, je hebt muren en de patiënten komen vanuit de regio naar die muren toe. En daar zien ze de dokter, de zorgverlener, et cetera, et cetera. Maar op het moment dat je gewoon kijkt van we gaan een nieuw ziekenhuis bouwen, moet je ook denken aan de toekomst. En de toekomst is ook op een andere manier van zorg leveren. En daarmee het project dat we nu... Waarom is dat zo belangrijk, een andere manier van zorgen?
Omdat in deze, kijk ook als je naar de hoeveelheid zorg die in de toekomst die geleverd moet worden, neemt toe. Hè. Dus zeker onze regio is wel een regio die vergrijst. En je wil ook zorg dragen dat de zorg die je nu levert, die ook nog steeds die kwaliteit van zorg in de toekomst beschikbaar is. Dus daar is een programma, dat heet dan Zorg Dichterbij. En dat houdt in dat je eigenlijk gaat kijken van hoe kun je de zorgpaden die nu lopen, traditioneel zijn, maar hoe kun je ook zeggen van nou, hoe kunnen we het anders inrichten? Dat betekent niet dat de oude zorg wordt afgeschaft, maar we gaan wel kijken van welke projecten zijn er waar we zeggen van ja, maar dit is heel erg goed om toe te passen, waarbij een deel van de traditionele zorg die je levert binnen het ziekenhuis eigenlijk in de regio levert. Nou, dat is samen met Zilveren Kruis is dat opgepakt en de andere zorgverzekeraars zijn ook mee aan boord. En dat is ook wel een mooi moment, want je trekt eigenlijk samen op in de regio, hè, zoals ziekenhuis, medisch specialisten, etc. Waarbij gekeken wordt van, hey, wat kunnen we deze regio bieden en wat voor projecten passen daar binnen. En dat kan heel uiteenlopend zijn. Hè. Dat kan inderdaad bijvoorbeeld veel meer met beeldbellen zijn. Hè. Dus dat je zegt van ik spreek een patiënt via een beeldbelverbinding. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld een medisch specialist meer naar de regio komt. Maar dat kan ook zijn met telemonitoring. Hè, dat je een patiënt beter thuis in de gaten kan houden. Dat hij niet vaak traditioneel inderdaad in het ziekenhuis hoeft te komen. En dat kan in allemaal vormen. En dat is ook belangrijk om te benoemen. Hè. Het is echt, het begon wel in het ziekenhuisinitiatief. Nou, we gaan een nieuw ziekenhuis bouwen en hoe gaan we dat inrichten? Maar die regio is daar ongelooflijk belangrijk bij. Zowel de huisartsen als de verpleeghuizen. De thuiszorg, de fysiotherapie. Ja. Het is ook een programma van deze regiopark. Ja. Het is niet een tergooi programma, nee. Want wij hebben het kleine ziekenhuis, dus zorg. Nee, nadrukkelijk nu al. Ja. Dus ook, we zijn al een jaar met de stenen aan het bouwen, zeg ik maar even heel simpel. Maar je bent ook al ruim een jaar onderweg met dit programma om met elkaar te kijken wat daarin verbeterd kan worden. En ook zeker gericht ook om de kwaliteit, hè, dus of hetzelfde te houden, maar ook minstens gewoon te verbeteren. En ook zeggen van jongens, we moeten kijken van ja, hoe kunnen we dat met elkaar doen? Ja. En daar zijn we nu met een projectmatig zijn we er eigenlijk mee bezig. Hè? Dus een aantal projecten zijn binnen het ziekenhuis. Wanneer is een project een succes? Hoe meet je dat het een succes is? Het is interessant, kijk, dit is niet nieuw in Nederland. Elders in Nederland zijn meer van dan juiste zorg op juiste plek. Alleen wat wij wel als voorwaarde eraan verbonden is dat iets, natuurlijk een populair woord, maar duurzaam is. Je moet het incorporeren, dat betekent gewoon in de gehele zorg die nu bestaat, maar dat je het ook niet alleen over 3 jaar hebt als nieuw ziekenhuis, niet over 5 jaar, maar gewoon dat het een nieuwe vorm van zorg is. En dat we gewoon ook hebben geborgd, maar die kwaliteit, die is nog steeds goed. Die kwaliteit is beter geworden. En dan, want ik zag ook de vraag binnenkomen, dan luister ik naar je antwoord en denk ik, is die vraag goed beantwoord? Dan denk je ook, je meet bijvoorbeeld in een aantal lichtdagen. Lichtdagen is een meetinstrument van een ziekenhuis, van hoeveel keren hebben mensen in een bed gelegen. Zo. Ja. En dat willen we minder hebben dan. Maar bijvoorbeeld ook het aantal poliebezoeken. Dat is dus dan een succes als dat is afgenomen en de kwaliteit van zorg wat je schetst, minimaal behouden is of verbeterd. Je moet kijken, je moet natuurlijk wel iets kunnen meten. Maar die meting is ook een instrument om te kijken van hoeveel succesvol ben je. Ja. Kijk, het komt voor dat iemand opgenomen wordt in het ziekenhuis, maar niet echt ziekenhuiszorg nodig heeft. En dan kan je eigenlijk, voor een ziekenhuis moet je echt liggen als je ziek bent. En dan moet je daar op dat moment de juiste zorg krijgen. Maar soms is het zo dat iemand met de juiste mantelzorg of een bed op een andere plek, dichter waar de patiënt woont, bij wijze van spreken, beter op zijn plek is dan in een ziekenhuis. En dan ga je kijken, nou, hoe kunnen we dat zorgpad inrichten dat eigenlijk de patiënt niet standaard in een ziekenhuis terechtkomt. Nee, dat niet het uitgangspunt is. Dat het niet het uitgangspunt is. Dat er ook andere, juist soms voor een patiënt veel prettigere plekken zijn om te zijn dan in een ziekenhuis. Ja. En juist ook wat we nu hebben meegemaakt in de coronacrisis. Ja, het ziekenhuis is in sommige omstandigheden niet altijd de beste plek om te zijn. Dus je moet ook kijken van wat zijn de andere mogelijkheden. En
En nogmaals gezegd, ja, de traditionele vorm, hè, echt wel in het ziekenhuis liggen als je ziek bent en wel een traditioneel poliebezoek, dat blijft altijd mogelijk. Maar er wordt gekeken van, nou ja, maar hoe kunnen we op een betere manier die zorg inrichten? En met het nieuwe ziekenhuis was dat een goed moment om daarover na te denken. Ja, en heb maar het is dus ook wel heel belangrijk dat je zegt van hoe wordt dat gemeten? Natuurlijk, je hebt een aantal, wat je zegt, van die harde dingen en minder mensen in het ziekenhuis. Maar uiteindelijk gaat het om hoe patiënten het ervaren. Dat is net wat jij ook zegt. We willen de zorg gewoon anders organiseren in de regio, dichter bij de patiënt. Dus ja. Patiënten worden ook vanaf het begin betrokken. Hè? De cliëntenraad is heel actief betrokken. Die denken mee. En uiteindelijk ook voordat we iets echt voor alle patiënten aan gaan bieden, gaan we het eerst klein beginnen in een soort pilot omgeving. Ja. Nou, die patiënten worden ook gevraagd van hoe waardeer je dat? Nou, ik vind dat het verhaal wat jij laatst vertelde voor die meneer met de COPD, die zit, weet je, normaal ging ik een paar keer per jaar naar het ziekenhuis en nu word ik eigenlijk continu gemonitord, dus dat geeft me ook een veel veiliger gevoel. En, nou, dat zijn voor ons belangrijke dingen om te meten wanneer iets succesvol is. Ja, dus je benoemt eigenlijk dat het heel veel verschillende projecten die je nu aan het al gevonden hebt en ieder project heeft weer een fase. Ja. Hè, dat je eerst toetst aan de harde criteria. Eerst heb je inderdaad een plan. En als het plan denkt, nou jongens, dit gaat werken. Dan ga je fase waarin het uit gaat proberen. En dan heet het zo'n term, dan ga je het opschalen. En als pas echt gezegd is, hè, de patiënt is tevreden. Dus dan is er in die bepaalde fase, worden er ook dus patiënten betrokken. Zeker. Wat vindt u ervan? Ja. Absoluut. Hè. Vanaf het begin wordt de cliëntenraad eigenlijk ook betrokken. Hè, die denkt mee al bij de beginfase, eigenlijk bij het plan. Wordt al gekeken van, nou wat vinden jullie? Is er iets anders waar we niet aan gedacht hebben? Dus gedurende dat hele traject wordt die patiënt betrokken. Want eigenlijk gaat het om de patiënt. Dus het zou ook een denkfout zijn op het moment dat ze zich dan... Vindt u het wel fijn dat wij iets anders hebben bedacht? Ja, even precies. Dat is wel heel essentieel. Ja, we lachen erom, maar het is wel echt de crux. Ja. Ik denk een mooi voorbeeld ook, en ook heel goed, is bijvoorbeeld het beeldbellen naar bevallen, klinisch bevallen in Tergooi. Ja, dat vind ik een prachtig voorbeeld. Ja, soms dat wij denken, dat is een open deur. Hè, want iemand is bevallen en daarna komt de controle, afspraak bij de gynaecoloog. Nou, dat is inderdaad met baby, maxicosi, naar het ziekenhuis toe, pakkeren, maxicosi eruit. Een hele reis, hè, voor iedereen die dat enigszins heeft meegemaakt. En zegt, nou, we kunnen het ook anders inrichten. Van, nou, we gaan een beeldbelconsult doen. Hè, en dan zou je zeggen, nou ja, is dat wel meerwaarde? En uiteindelijk ga je dan de patiënt vragen, hoe vonden jullie dat? Zou je liever naar het ziekenhuis komen of volstaat die beeldbelafspraak? Dat je dan de vraag neemt, die zijn heel erg tevreden. Een baby op schoot en niet snelle reis gemaakt en alle stress die daarbij komt kijken. Precies, dus het kan en het levert. En dat is niet heel complex als klein voorbeeld, maar het heeft wel een goede consequentie. En dat scheelt ook weer naar het ziekenhuis toe komen, reis, parkeren, et cetera. Dus dat wordt ook bedoeld met minder poliebezoeken. Ja. Is ook minder standaard poliebezoeken. He, bijvoorbeeld iemand die suikerziekte heeft, die kan je ook, die moet nu standaard 4 keer per jaar komen. Suikerziekte type 1. Maar die kan dan zeggen, nou, we doen 2 keer hè, als er echt fysieke controles zijn, maar 2 keer kunnen we kijken van hoe kunnen we dat op afstand inregelen. En dat op een veilige manier doen. Inderdaad, het COPD voorbeeld, dat mensen ook zelf controle krijgen over de ziekte die ze hebben. Ook een scorelijst invullen van hoe voel je, hoe gaat het. En dan ook soort zeggen, en dan ook op tijd, dat ze zeggen, ja, maar nu gaat het even niet goed. Dat je eigenlijk het probleem voorblijft in plaats van achter de feiten aan. Ook wanneer je toch een keer een afspraak bij de specialist hebt. Ja, mooi voorbeeld. Heb je uit je eigen vakgebied ook nog een droom of een wens? Dat je denkt, als we dat in dit zorg dichterbij, je gaat erbij lachen. Ja, nou ja, we hebben eigenlijk ook een beetje geïnspireerd op de beeldbel afspraak naar de bevalling. Hebben wij nu, dat inspireert ook, zeg, nou, we hebben al die kleine kinderen die we opereren, neuzen, mannelijke, keelmannelijke buisjes. En die mensen moesten ook daarna, na 6 weken, komen ze altijd op de poli ter controle. En nu gaan we kijken, dan zijn we nu aan het proberen, hè, dat is dan de zogenaamde pilotfase. Nou, laten we in 6 weken gewoon beeldbellen inboeken. Want vaak is het toch schoolgaande kinderen moeten uit school gehaald worden. En de broertje of zusje moet mee. Het is altijd een hele onderneming. Maar nu bijvoorbeeld als je op woensdagmiddag inplant en dan zijn de meeste kinderen vrij en die zijn thuis. En je gaat dan beeld bellen. En kijk van, nou, hoe gaat het? Zijn er nog dingen die anders zijn of tegen zijn gevallen? En dan moeten we ook gewoon kijken, hoe gaat het? En daarin is ook heel belangrijk van, hoe vinden die patiënten dat? Ja. Vinden ze dat echt fijn?
En om alles daaruit komt van, nou ja, we komen liever naar de poli toe. Dus ze houden een keuze. Ze houden een keuze. Ja, en dat kan ook... Je hebt altijd een keuze. Ja. En dat is ook belangrijk naar de regio toe. Je kan nu steeds meer te maken hebben dat mensen vragen, hey, we deden het zo, we gaan het nu zo doen. Wil je daaraan meedoen? Ja. Nou, graag, maar wil je er niet aan meedoen? Oké, okay. Dan kan het ook. Je hebt gewoon een keuze. Het is niet dat het de oude manier dan in één keer verdwijnt. Nee, maar dat is ook heel belangrijk. Maar soms is het ook, als het nieuw is, het een keer ervaren... Ja. En dan pas de mening hebben. Dus dat zijn we nu ook aan het doen. Dus heel veel projecten ook. Ja. Niet alles gaat lukken. Nee. Maar wat wel en niet gaat lukken, wisten we het maar. Hè? Dat, daar zie je ook in een van de voorbeelden, en daar krijg ik ook vragen over, zie ik, dat het chemotherapie thuis, dat is natuurlijk altijd meestal een langdurig intensief traject, wat je meerdere keren nog... Hey, ik zeg het even, traditioneel naar het ziekenhuis moet komen. Maar is daar dan ook nog verschil in de keren dat je komt? Hoe loopt dat project? Kun je daar iets over zeggen? Ja, de chemo thuis is dus inderdaad dat bepaalde chemo's, hoef je niet per definitie in het ziekenhuis te geven. En die kan je in een thuissituatie geven. En dat wordt nu ook gekeken van wat zijn de voor's, wat de tegen's, wat is het veilig? De hoeveelheid verpleegkundigen dus ook die je daarvoor nodig hebt om het te kunnen doen. Dus daar wordt heel erg tegen afgewogen van wat zijn de voor- en wat zijn de nadelen? En wat vindt de patiënt ervan? Ja, die hebben we ook al veel van geleerd. Hè? Dat je ziet, wij denken dan mooi dicht bij huis, je hoeft niet steeds naar het ziekenhuis. Heel veel patiënten waarderen het inderdaad om chemotherapie thuis te kunnen krijgen. Maar er zijn ook patiënten die zeggen, hey, ik wil geen ziekenhuis in mijn huis. Weet je? Dus ik wil gewoon naar het ziekenhuis blijven komen. Nou, dat kan ook. Ja. En als je kijkt van hoe staan we er nou voor, wat Bas net zegt met we willen duurzame zorg leveren. Dit is nou zo'n voorbeeld. Eigenlijk zijn patiënten heel erg tevreden en dus wij ook, want het wordt gewoon als goede zorg ervaren. Maar als je kijkt qua kosten is het ook inefficiënt, hè? Want verpleegkundigen moeten langs alle mensen thuis. En dat is nou precies waarom wij zo blij zijn dat Zilveren Kruis ook echt als partner in dit programma zit. Want die zien ook dat dit goede zorg is, maar dure zorg. Zij willen ook niet, en wij ook niet, dat we dat een paar jaar kunnen financieren met subsidiegeld en dat we dan weer mee stoppen. Ja. Dus we zijn samen op zoek. Hoe kunnen we dit nou duurzaam, dus blijvend goed financieren? En dus nu hebben we dit voor een kleine groep patiënten. We gaan het nog niet aan iedereen aanbieden, omdat we nog niet weten hoe we dat goed gefinancierd krijgen. Dus ik denk dat ook wel belangrijk is om te delen. Dat het hele programma Zorg Dichterbij, we zijn dingen aan het uitproberen en we willen het echt groots aanbieden, maar dan ook duurzaam, blijvend. En dat is bij sommige dingen is dat best een uitdaging. Zeker een uitdaging. Dus het antwoord op deze vraag is dat we de resultaten nog niet hebben, maar wat je ook schetst, dat we dus met heel veel factoren rekening houden, anders dan alleen de zorg anders organiseren, maar ook dat die betaalbaar blijft. Ja, we hebben de resultaten dat we weten dat de patiëntenwaardering heel hoog is. Ja. En we hebben de resultaten dat we weten dat het voor het ziekenhuis heel duur is. En, en hoe we dat nou anders gaan doen, dat weten we nog niet. Nee, precies. We hebben het net al even de cliëntenraad, we noemden het een paar keer. We gaan eventjes naar twee van de leden kijken. Die hebben daar ook een boodschap. Dus we stellen ze even aan jullie voor. Ik ben Daphne van de cliëntenraad van Tergooi. Wij zijn een algemene belangenbehartiging. Als raad vertegenwoordigen wij de belangen van alle cliënten binnen Tergooi. En wij doen het niet zomaar, wij doen het op basis van de wet. Wij mogen op basis van deze wet verplicht adviseren aan de Raad van Bestuur over allerlei zaken die de cliënten aangaan, allerlei alledaagse dingen, maar ook belangrijke zaken. Zo denken wij namens alle cliënten mee met het beleid van het ziekenhuis. Ik ben Juliette van de cliëntenraad. En Daphne heeft net verteld dat wij bij heel veel verschillende projecten van het ziekenhuis betrokken zijn. En ik wil graag een paar voorbeelden daarvan noemen. Eentje is bijvoorbeeld de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Vorige week zijn we bij een bijeenkomst geweest waarin uitgelegd werd wat de reis van de patiënt zou worden als hij zou worden opgenomen hier in het ziekenhuis. Dus wij konden goed meekijken wat zo'n patiënt dan zou meemaken en wat dan verbeterd zou kunnen worden in dat proces. Daar zijn we heel graag bij betrokken. En een ander ding waar we graag bij betrokken zijn is bijvoorbeeld het programma Zorg Dichterbij.
daarvan zien we dat het heel veel voordelen kan hebben dat een patiënt niet naar het ziekenhuis hoeft te komen voor bepaalde dingen. Omdat bijvoorbeeld een afspraak met de dokter via een beeldtelefoon kan gaan. Maar de cliëntenraad vindt het heel belangrijk dat de patiënt daarin een keuze heeft. Dus wij maken ons daar hard voor dat de patiënt echt kan kiezen of hij naar het ziekenhuis wil komen of niet. Ja, en natuurlijk de vraag, waarom gaat het, we zeiden net ook, andere ziekenhuizen in het land zijn er ook mee bezig, dus daar kijken we ook naar, maar waarom gaat het bij Ter Gooi lukken? Het gaat in de Gooi in Verstreek lukken. Ja, dat is eigenlijk wat jij net ook al zei. Van, Ter Gooi is een partner in dit programma, maar we moeten het echt samen doen. En waarom gaat dat hier dan lukken? Juist vanwege die samenwerking. Hè? Dat de huisartsen zijn hier goed georganiseerd. De ouderenzorginstellingen werken uitstekend samen. De verzekeraar is onze partner. Iedereen ziet dat we moeten in dit land de zorg anders gaan organiseren. Want als we zo doorgaan zoals we nu zorg bieden. De zorgvraag neemt alleen maar toe omdat mensen ouder worden, maar ook omdat de mogelijkheden toenemen. Dus de zorg wordt steeds duurder en duurder. Kunnen op een gegeven moment de mensen gewoon niet meer betalen. Als we zo door blijven gaan, zijn er op een gegeven moment ook te weinig medewerkers in de zorg. Hè? Gewoon dokters, verpleegkundigen. Dus het moet anders. En dat is wat wij hier in de Gooi en Verstreek aan het organiseren zijn. Wat ik net zei, Zilveren Kruis, die wil dat met ons ontdekken. En zoals Bas ook al noemde, andere verzekeraars die ondersteunen dit ook. Dus in deze regio is de samenwerking uitstekend. Dat helpt. Het is ook een enorme verandering, hè? Maar wij hebben, vind ik, in ons ziekenhuis dokters en verpleegkundigen die hier ook echt enthousiast van worden, zeg maar, en die deze verandering ook echt willen leiden. Alles wat wij doen komt juist echt vanaf de werkvloer, ik eventjes. Mensen echt uit de praktijk die zeggen dit kan beter. En de cliëntenraad dus ook, die dat ook enorm stimuleert, dus zowel vanuit de patiënten als de dokters en de verpleegkundigen. Om heel eerlijk te zijn, het helpt ook wel dat we een nieuw ziekenhuis gaan bouwen, wat iets kleiner is dan onze huidige twee ziekenhuizen samen. Dus we hebben ook een stok achter de deur om dit gewoon over 3 jaar ook geregeld te hebben. Ja, dus dat valt me ook sinds mijn deelname aan dit programma, is dat je eigenlijk een soort tafel creëert waar steeds meer mensen ook aan gaan schuiven. Om mee te doen. Precies. Online of offline dan ook? Hè? Dat, precies, zeker in de laatste tijd meer offline dan of online dan fysiek aan tafel natuurlijk. Maar dus dat je iedereen daar ook een moment creëert waarop mensen gaan nadenken van ja, maar het kan ook anders. En deze regio die leent zich daar heel goed voor. Ook zeker met een betrokken huisartsenvereniging. Dus dat is heel positief en leuk om te zien hoe dat nu eigenlijk de bal gaat rollen. Dus we zeggen altijd, als hier niet lukt, dan lukt het nergens. Nee, dat slaat. Nee. Precies, dus we moeten wel. Ja, en we moeten en we willen ook allemaal heel graag met elkaar. Absoluut. Nou ja, dus er komen straks ook in het nieuwe ziekenhuis heel veel dingen samen. Ja. Maar het betekent ook voor iedereen die hier werkt, of je nou dokter, verpleegkundige of wat je ook doet, er gaan heel veel veranderingen plaatsvinden. Dus ook het Zorg Dichterbij programma, het bouwen aan Ter Gooi. Maar voor mensen die hier werken, is het werken in Nieuw Ter Gooi natuurlijk ook een langdurige voorbereiding, waarin dat toch ook gaat samenkomen van nieuwe ziekenhuis, hoe ziet dat eruit, waar laat ik dit, waar doe ik dat. Dus daar wordt ook al hard aan gewerkt en gedacht. Omdat iedereen straks die voor patiënten zorgt, hè, op wat voor manier dat dan ook is, ook trots is en weet wat het anders werk is. Dus heel veel verandering, maar wel een zorgvuldige en langdurige voorbereiding daarin. Ja, het is dus niet zo dat iedereen zo meteen zo'n boeltje oppakt en verhuist naar het nieuwe ziekenhuis en daar op precies dezelfde manier gaat doen wat hij altijd al deed. Al was het maar dat we in het nieuwe ziekenhuis zo meteen alleen maar eenpersoonskamers hebben. Dat vraagt een andere manier van werken. Dus een hoop veranderingen in de manier van werken. En dat combineert nu juist goed ook met dat op afstand zorg verlenen. En daarin zie je ook van, en waarom gaat het lukken? Het is al een paar keer aan de orde gekomen, maar we hebben ook geleerd van corona. Weet je? Dus dat heeft eigenlijk ook voor een versnelling gezorgd in deze hele beweging. Dus goed, een hoop verandering. Ja, precies. Ja.
Ik kijk nog eventjes of er komen vragen binnen. Dat de enorme zorgkosten die we nu rondom corona hebben, hebben die ook invloed op de nieuwbouw? Nee. Nee. Dus ja, dat klinkt heel boekhoudkundig, maar daar hebben we een ander potje voor. En de bouw gaat gewoon door. Dus, ja, ja. Nou, goed, goed om te horen. Ja. En dat je ook de nieuwbouw is gefinancierd, anders kun je niet bouwen. Ja. Maar er zijn denk ik toch al hier en daar wel wat wensen die we misschien nog niet kunnen betalen. En dan wil ik toch echt ook heel eventjes de Stichting Vrienden van Tergooi noemen. Waar we ook de komende tijd in de regio ons aan u voorstellen. Voor zover u ons nog niet kent. Ik denk daarbij dat we het heel belangrijk vinden dat we straks patiënten ook in een aangename groene omgeving. Een aangename omgeving is voor iedereen verschillend. De basis is goed. Hè? Dat is onze het nieuwe ziekenhuis. Daar hebben we het over gehad. Dat we daar zo zorgvuldig mee bezig zijn. Maar er zijn natuurlijk ook nog een wensenlijstje. Dus die Stichting Vrienden die laat ook nog van zich horen. Ja, daarin is ook, ja, ik zag net de vraag ook langskomen van is er ook ruimte om buiten te zitten en te eten, ja. en te wandelen. En ja, die is er. Weet je, dat werd in het filmpje ook gezegd. We zitten mooi in het groen. Dus we hebben gelegenheid gecreëerd om daar te zitten en te wandelen. Maar eigenlijk leent de omgeving zich om nog meer uit te dagen tot beweging en ontspanning. En, ja, uiteindelijk, nou, wat je zegt, dat het ziekenhuis moet worden gefinancierd. Dus primair gaat dat natuurlijk gewoon naar een buitengewoon goed ziekenhuis. En gewoon medische zorg gewoon goed organiseren. En ja, dan heb je geen geld over, zeg maar even, voor de extra dingen. Die wel echt cruciaal kunnen zijn, zeg maar, in de hele beleving van de ziekenhuisopname of een ziekenhuis. Die het verschil wel kunnen maken dan. Die echt het verschil kunnen maken, inderdaad. Ja, en daarom ben ik ook heel blij dat we naar de Vriendenstichting hebben. En ik denk ook in deze fase met een nieuw ziekenhuis kun je dus ook heel concreet gaan werven, maar dus ook doneren aan dingen die jij belangrijk vindt. En dingen die wij anders niet kunnen betalen, maar die het wel iets minder erg maken om naar het ziekenhuis te gaan. Ja, ik vond het een leuk voorbeeld eigenlijk ook bij ons oude ziekenhuis was dat je daar ook met je infuuspaal naar buiten kon om daar rustig te zitten. Ja, dat is precies. Ook al een mooi voorbeeld om dan even... De omgeving leent zich er al voor, omdat die nog steeds bosrijk is, ondanks het feit dat we natuurlijk... Dat zou een mooi iets zijn om te kunnen realiseren voor het weer. Ja, zeker. Dus daar komen wij zeker op terug. En dat is ook weer dit is niet de eerste en enige uitzending, maar we gaan er nog meer maken. Dan wordt het ook medisch inhoudelijk op bepaalde onderwerpen die we gaan kiezen. 29 september gaan we een cardiologie-uitzending doen met cardiologen aan tafel. Daar ga ik echt mijn best doen, want dat... dat is spannend. Ja. 22 oktober. Ik lees de agenda voor, maar dat is wel belangrijk om te noemen. En ik zie dat daar vragen ook over komen. Dus cardiologie op 29 september, op 22 oktober... Een uitzending over borstkankerzorg. En we zullen het zeker niet nalaten als we denken dat er een actueel uitzending zoals nu is, dat we dat weer zullen doen. Ik zit even hard op te denken bijna. We hebben ook onze patiëntinformatie. Hè? Dat is natuurlijk een cruciaal onderdeel als voorbereiding naar het ziekenhuis of tijdens het ziekenhuis. Daar zijn we ook, dit is ook een deel van patiëntinformatie, zo zou je het kunnen noemen. We hebben ook een aantal podcasts al opgenomen en online gezet. Die kunt u op de website vinden, op Spotify en de platforms die ik nu niet noem, maar die er ook wel zijn. Ik kan er heel veel over zeggen, maar misschien moeten we ook heel eventjes naar die korte samenvatting kijken over de Tergooi podcast. Waar gaat die dan over? Ik ben Alice Langeveld, dermatoloog in Tergooi. Vorig jaar ben ik geïnterviewd voor de Tergooi podcast. Dat was heel erg leuk. Het was voor mij een hele mooie manier om wat te vertellen over mijn vak dermatologie. Ik krijg hele leuke feedback van patiënten. Zij luisteren van tevoren en ook als ze mij niet kennen, hebben ze me door middel van de podcast al wat leren kennen. En ik krijg leuke gesprekken met de patiënten over deze podcast. En ik raad jullie van harte aan om naar de podcast van Tergooi van mij en mijn collega's te luisteren. De podcast, dus luister naar, is echt leuk.
Ik vind het heel erg leuk om dit even voor te lezen wat er binnenkomt. Een opmerking, compliment van een oncologiepatiënt. Ik ben erg blij dat mij aangeboden is om mijn, en het staat tussen haakjes, onderhoudskuur te kunnen gaan doen. Dus dat is fijn. Dat is eigenlijk het voorbeeld van waar we het voor doen, hè? Precies. Ja. Ja. Dus heel erg dank u wel voor uw compliment. Mochten er nog vragen zijn, u kunt ze blijven stellen. We gaan ze nu niet meer beantwoorden, want wij gaan stoppen. Heel erg bedankt jullie allebei aan tafel. En vooral u bedankt voor het luisteren, kijken, vragen stellen en het geduld hebben als wij er even uitvliegen. En dat u dan vooral ook nog bent blijven kijken. Dank u wel en tot de volgende keer. We lopen straks naar onze zijde.